Rembrandt de Vries van de COSBO. Hij is daar voorzitter van. En ze hebben een prachtig plan bedacht voor senioren vanaf 55 jaar. Ja, wat hebben jullie bedacht en waarmee zijn jullie naar de gemeente gegaan? Nou, wonen is een prioriteit voor iedereen. En veel senioren denken ook na, kan ik in mijn huidige woning blijven wonen? Hoe moet die aangepast worden? Is hij niet te groot? Kan ik straks de tuin wel onderhouden? Er zijn ook een heleboel senioren die zeggen van, ik blijf wonen. Maar we willen ook nadenken over, ja, als die senior nou wil gaan verhuizen, wat zijn dan belangrijke dingen? Dat is dan de locatie. Dat is in de buurt zijn van allerlei voorzieningen. Dat is dus dat het groen is, dat ik me kan recreëren, al dat soort zaken. Dat hebben we op een rijtje gezet. En we hebben ook gelijk gekeken naar de stad. In de binnenstad, waar is nou daar plaats voor? En toen zagen we dus hier een puist. Nou, verschrikkelijk. Daar moeten we iets aan gedaan worden. Als je een mooie haven aanlegt en dan kijk je naar de toiletten daar. Dat is toch verschrikkelijk. Toen zijn we op het idee gekomen, zou daar niet wat voor ontwikkeld kunnen worden? Uitgaande van de uitgangspunten die ik net genoemd heb. En daar is iets heel moois uitgekomen. Een aantal appartementen, 24, van verschillende grootte. Maar wel zo neergezet dat je het mediterrane gevoel had. En wat belangrijk is, er wordt rekening gehouden met je zintuigen. Dat je zintuigen geprikkeld wordt door het groen wat op de daken komt te staan. Doordat je dus andere mensen ziet. Dat je met elkaar kunt ontmoeten. En dan kom ik gelijk bij het belangrijkste punt van de gemeente zegt vaak, ja, maar dat kost geld, namelijk WMO-gelden. En dan zeggen we nee, want hier zal men, het nabuurschap gaat hier concrete vorm gaan geven. Er zal veel minder gebruik gemaakt worden van de WMO. De voorzieningen zijn bij elkaar, men woont bij elkaar en men zorgt voor elkaar, maar niet de verplichting, want het is vrijheid in gebondenheid. En ik denk dat het misschien best wel een kans van slagen heeft, want jullie zijn ermee naar de gemeente gegaan. En hoe reageerden zij daarop? Nou, laten we eerst even zeggen van, wij vanuit de COSBO hebben het ontwikkeld. Er zijn vooral belangrijk bij Lili Altenaar, Peter Weda en Huub Hiesendoorn. En toen ze daarmee bezig waren, kwam ook ineens Dura Vermeer. En die zei, ja, maar het speelt niet alleen in Almelo. Overal in ons land zitten we te kijken naar nieuwe vormen van wonen voor senioren. En soms ook senioren met jongeren. En die hebben dat ook omarmd en hebben een mooi boekwerk gekregen. Wat heet Alleszins. Dat hebben wij vrijdag aangeboden aan de twee wethouders. En die waren enthousiast. Enthousiast over het concept. Niet enthousiast over de plek. Want daar zagen ze allerlei, vooral technische mogelijkheden, problemen die er zouden zijn. Maar ze zei, we hebben nog veel lege plekken hier ook in de binnenstad. En daar zou het best ook gerealiseerd kunnen worden. En wij blijven nog wel eventjes bij het punt dat we het graag hier gerealiseerd willen worden. We hebben ook met elkaar afgesproken. We komen weer bij elkaar in juni. En dan zullen we ook kijken naar een aantal technische problemen die er zijn. Daar wordt nu aan gewerkt. Hoe kan ik die technische problemen oplossen zonder dat de prijzen te hoog worden?